Arne Slot, op het vliegveld van Belgrado, een dag na de wedstrijd tegen Partizan, heb je een beetje kunnen slapen? Ja, we speelden om 9 uur, dus we waren laat terug in het hotel. Maar de uren die ik geslapen heb, heb ik heerlijk geslapen. Nu weer met de blik op de volgende wedstrijd. En dat is wel een bijzondere, want dat is tegen ADO. Ja, nou, het feit dat we tegen ADO spelen is niet zo bijzonder. Maar dat we een uitwedstrijd spelen bij ADO, wat bijna voelt als een thuiswedstrijd, dat is wellicht wel bijzonder. Ja. Ja, is dat dan nog iets wat je meeneemt in de voorbereiding op die wedstrijd? Nou, ik denk dat het voor de jongens best prettig is dat je een uitwedstrijd speelt in een stadion waar je de afgelopen week al heel veel gespeeld hebt. Dat geeft toch nou, iets meer herkenning en het gevoel met de omstandigheden, met het veld. Dus dat is denk ik een klein voordeeltje vanuit het feit dat we niet in ons eigen stadion mogen spelen. Wat voor tegenstander is ADO? ADO is eigenlijk al de laatste jaren een beetje hetzelfde soort ploeg, fysiek sterke ploeg. Ik denk wel dat ze met het vertrek van Kayati en Becker wat kwaliteit voorin hebben ingeleverd. Nou, ze hebben de laatste weken daar wel wat nieuwe spelers voor teruggehaald. Ja, ik heb ze vorige week zien spelen tegen Feyenoord. Al die nieuwe spelers die ze gehaald hadden, speelden op dat moment nog niet. Dus ze zijn wel nieuwsgierig of die aanstaande zondag al wel aan de aftrap staan. En hoe we ze exact kunnen verwachten. Het is natuurlijk nog een beetje vroeg om te zeggen, maar is iedereen ongeschonden uit de strijd gekomen van gisteren? Ja, wel als het gaat om blessurevrijheidstijd gekomen. Het is wel zo dat het wederom een zware wedstrijd was. Weliswaar niet 120 minuten zoals in Antwerpen, maar wel heel lang met 10 man moeten spelen. En het wordt de derde wedstrijd in 8 dagen, dus het is niet uit te sluiten dat we zondag toch ook wel wat aanpassingen gaan doen.